What is up YouTube's? Het is jullie favoriete Pompert. Back met een nieuwe video. Pompert, Spike Live Vlogs. Hoe de f*** werkt dit? Pompert, hoe is het dan? Nou, jullie zien het. Wat een timing. We staan weer voor het stoplicht. Even mijn vizier dicht hoor. Ik had vandaag best wel zin om te gaan rijden. Kijk maar, de zon schijnt. De lucht is best wel blauw. Tering tubies. Kom maar gauw. Ik was om 4 uur klaar met werken. Ik dacht, kan ons het schelen. We pakken gewoon die bike en we gaan gewoon even rijden. Ik zag vandaag op tv onze lieve koning Willem-Alexander voorbij komen. En toen dacht ik ineens, ja, wacht eventjes. Koning, paleizen. Laat ik gewoon richting Paleis het Loo rijden. Dus ik ben de snelweg opgedoken. Dat is in Apeldoorn trouwens. Dus ik dacht, ik ben gewoon de snelweg opgedoken tot en met Baren. En zeg ik dat goed? Ja, Baren volgens mij. En bij Baren ben ik eraf gegaan. En nu heb ik de navigatie gewoon gezet op binnendoor richting Paleis het Loo. Rechts achter Paleis het Loo. Dus ja, we zien wel waar het schip strandt. Oh, we beginnen wel met een weggetje hoor. Hey. Ik wil niet te veel, want die band, ik heb die band al best wel opgeracht vandaag. Maar goed, toch moet het toch van de week wisselen. Het Baarns Lyceum. Zie je wel, Baren. Ik twijfelde even of het nou Baren of Bussum was. Maar voordat we verder gaan, boys. Vergeet niet even te liken. Jullie vergeten vaak te liken, man. Als ik het vraag, hebben we gewoon 800 likes. En vraag ik het niet, dan helemaal niks. Monument van... denk zomaar Tweede Wereldoorlog. Soest. Soest, mijn jong. Verder op cameraatje, even oppassen. Wel dikke ossos jongens hier hoor. Kijk hij dan. Barbeknoeien naast de motor, wat een legend. Hier zit geld hoor boys, vergis je niet, vergis je niet. Kijk, ze zeggen dat hier camera zit ergens. Waar, oh ik zie hem al hangen. Kijk hier hangt hij. Die Cornio camera. Ik weet niet eens hoe hard je mag, 50, ik rijd 50, oké. Okay. Nee, dan is het goed. Maar Baarn was best wel leuk hoor jongens, ik zag best wel mooie huisjes. Hier moet je kijken, dit ook, allemaal 201 kap. Hier in Soest, Soest is volgens mij ook nog gooi. Oh, wat ligt helemaal op de weg. We moeten naar rechts, zegt hij. Ik heb dus ook echt geen idee hoe we gaan rijden. Of we door de dorpjes heen gaan, of eromheen, of I don't know. Strijder, Team Kawa niveau. Maar voorlopig vind ik het allemaal leuk eruit zien hier al in het gooien. Ik wil hier wel wonen. Alleen maar nette mensen en dan jur. Nou, dat wordt wat. Hoi vriend. Hoi. Vind je mooi? Dankjewel! Doei mannen, doei dames! Nou, je kan zeggen wat je wil, maar het is wel knap hoor hier al. De buitenplaats. Huh? Showroompie. Ah, het is niet verkeerd hier. Wow, die Renault klonk echt heel slecht. Zit voor rare rondonde daar met een bushalte in het midden. Oh, je mag alleen de bus rijden eigenlijk, oké. Okay. Ja, dat doen we gewoon even. Ja, het is wel een mooie wijk hoor hier. Het zal vast wel ook een villa wijk zijn. Maar dit ziet er ook gewoon al knap uit hoor. Bussum of Soest. Waar zijn we Soest? Waar zijn we Soest? Soest. En je hebt ook Soesterberg. Is dat dan ook hier? Vraag ik me af. Is dat dan daarnaast? Of de aan vast? Of de berg van Soest? Ik weet het echt niet. Wel vieze drempels, maar wel. Tussen de drempels in mooi asfalt. Autovakmeester. Klinkt ook mooi, hè? Autovakmeester. Niet montuur, nee, autovakmeester. Snackbar? Gezellig, man. Allemaal gezinnetjes buiten. Ik heb op zich ook wel trek in een ijsje of zo. Nou, even kijken of we een ijsje kunnen scoren ergens.
Strijder! Met je gele helm. Oh jongens, we hebben de ghetto gevonden. Dit is de hood. Nou, zelfs de hood ziet er nog oké uit hoor. Waarom komen we altijd op een of andere manier in de ghetto uit? Moet je kijken. Nou, dit is wel Soest Zuidoost hoor, hier hoor. Soest Nieuw-West. Sheriff! Einstein! Hoi! Strijder! Wow, dacht even dat het een flitsauto was, die VW-bus. Motherfucker. Kapper? Ziet er wel echt uit als een budget opscheert, jou. Wat is dat? Kim On! Chinees-Indisch centrum. De cucaracha, die die in de kitchen. Lekker! Lekker, bij Soest! Lekker! Mmm, freak, cafetaria, lekker! Lekker frietje vreten. Nou, trek in een soft ijsje of zo, of een schep ijsje. Ook wel lekker. Jawel. Ik heb nog verrassend weinig Range Rovers en Land Rovers gezien. Ik dacht, het gooien wordt er echt mee doodgegooid, maar het valt mee. Tot nu toe. Misschien hebben we het hart nog niet gevonden. Was dit zijn communicatiezet dan? Voor op zijn kin. Deze is helemaal lijp. Kijk dan waar hij zit. Op een shoei. Dit is wel lijp hoor. Oh ja, deze man tript hem keihard, neef. En denk ik, moet die unit voor mijn mond plaatsen. Want ik moet praten in die... in dat ding wat normaal aan de zijkant zit. Wat rijdt er nou zo hard mee met me? Volkswagen. Oké. Okay. Ja, even kijken wat dat smerig is. Kom dan, conjo. Oh, is gewoon een of andere pislul. Compleet duurzaam in een elektrische Volkswagen. Sokkendik, mate. Ja, onnodig links rijden. 3 boetes krijg jij, grap. 3 maal. Ah, dat hebben we wel weer goed uitgevogeld hoor. We zijn op de Amsterdamse weg. Uiteraard, ja natuurlijk. Jullie wisten dat ik eraan kwam. Dikke patasniveau. Je moet er wel even opletten als jullie ergens zien waar we een ijsje kunnen eten. Nou heb ik het gezegd, nou heb ik het trek in ook. Wajo, wat is dit dan hier rechtdoor? Ik zie in één keer een kerk daar, oh. Hogeschool Utrecht Amersfoort. Oké, dit is Amersfoort. Oké, gangster. Zo bovenlang? Nee, we rijden wel rechtdoor. Ik ben wel benieuwd, man. Ik ben helemaal niet bekend in Amersfoort. Pathé? Oké. Dit is gewoon Amersfoort Centrum. En goede. Goeie akoestiek, man, hier, oh. Hallo, ja, wat is dit in een klinkertjes? Wat is dit? Jammer. Goeie akoestiek. Skoto blijft mijn homies onderzoeken. Belgische bitches, ze willen poepen. Waarom hier nou in één keer van die kuttegels liggen, van die stenen? Dat weet niemand. Gemeente Amersfoort? Dat kan echt niet, hoor. Appa, als iedereen nou gewoon een beetje normaal gaat staan in plaats van eentje helemaal links, eentje helemaal rechts. Als een stelletje fucking korkies. Hoi! Nee? Oké. Okay. Maar waar zijn we dan? Stadsring, oké. Okay. De stadsring van Amersfoort. Amersfoort, de gekste! Hoi, 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 hoi. Hey Cardo, volume up. Hey, hey, zag ik iets van ijs? Ambachtelijk schepijs. Oeh, en soft ijs daar, en schepijs. Oeh. Ja, we gaan zeker wel even een ijsje scoren hoor, hier. Moeten we even omdraaien? Alleen moeten we nog even kijken hoe we er komen. Hey, Amersfoort, man. Gangster shit, hier. Ik ben nog nooit geweest rijden in Amersfoort. Het is al een tijdje groen, boys. Oké, okay, ik mag alleen naar rechts, maar ik moet naar links. Ken je die? Ja, ik ga met jou mee ook, pik. YOLO. Zal toch niet doodlopen?
Doorrijden is boete? Ja, fuck hun, man. Hey. Pompert. Oké, guys. We gaan even een ijsje scoren daar, hoor. Goed, man. Zien we eventjes in een ijssalon. Ja, lekker, man. En dan kunnen we hier zometeen rechtdoor naar links. Bam, en dan zijn we gewoon weer verder. Lekker, neef. Oké. Ik geef jullie zo een review van de ice cream. Kijk eens, vriend. Alsjeblieft, man. Kijk, gaaf. Topper. Mooi speelgoed of niet? Huh? Hoe gaat deze mat? 330. CC? Sorry? Hoeveel CC? 1340. Mannen, rustig aan. Ja, man. Ja, ik doe me gewoon even netjes op een knopje drukken. Vet ding, man. Tof ding. Helemaal Dakar gebouwd. Ja, man. Mooi ding, man. Dankjewel. Ja, man. Tof. Heel tof. Twee douches in die BMW? Jezus. Hallo. Een beetje rookwol, kijk in de spiegel voor die boys. Vind ik altijd leuk om de jeugd te inspireren, hè? Dat ze later ook motorrijbewijs gaan halen. Kijk, een hond hebben daar dan. Een Deense dog, een Deense kalf. Tering, hé. Jezus Christus, wat een monster. Hij zegt, ben je aan het filmen? GoPro, ben je aan het filmen? Bent u YouTuber? Ja, neef. Ja, ook zodra je een het filmpje uploadt via de zijkant, ben je gelijk het YouTuber van hier tot waar ze zit. Het is heel simpel, je hoeft maar één video te uploaden en je bent officieel een YouTuber. Maar ja, wanneer ben je YouTuber? Ik denk als je ervan kan leven, dan ben je officieel YouTuber. Ja, wat is jij? Nee, je bent, als je één video maakt, ben je al YouTuber. Dus nou ja, zo simpel is het gewoon. Ben je gelijk content creator. Influencer, micro-influencer. Gaan we daar doorheen passen? Ik denk het wel. Oeh, het scheelt niet veel. Ja, boys, voelen jullie al geïnfluenced? Jeetje, hoe bedoel je? Ik ben even in het gooien. Stereotype, hallo. Roderick, gast. Dus even dit zo aan relax. Als hij nou ook nog naar zijn Volvo toe loopt, dan weet ik het ook niet meer. Of zijn Land Rover. Range Rover, whatever the fuck. J, a.k.a. Lava Lava. Wacht even. Ja, man. Amersfoort, ik weet al waar ik deze ring van ken. Ik heb hier mijn EMG cursus gedaan, zoveel jaren geleden. Hangt de camera hier, zegt hij, hij piept in ieder geval. Ja, man, ik heb hier EMG cursus gedaan. Sowieso, 100%. Ja, man, daar op zo'n bankje heb ik een jonkel gepast waar die man naast zat. Om, ja, hier heb je zo'n parkje, of dat bankje daar, hoor, ja. Zo'n parkje aan het water en dan hadden we dan hier aan die kant volgens mij hadden we EMG cursus. Volgens mij in dit gebouw wat nu verbouwd wordt daar. Oh. En dan kon je hier achter dat je in de supermarkt hier en dan kon je dan een broodje halen en een dingetje. En ja man, dat is ook zo'n verhaal. Toen had ik nog mijn XT660. Had ik hier een EMG cursus. Douche! Beetje jong. Dus ik had hier mijn EMG cursus, was ik te laat 's ochtends. Ben ik gewoon dik met 160, 180 de hele tijd. Over de snelweg van Amsterdam naar Amersfoort geplankt. Veel te hard. Om maar op tijd te zijn bij je EMG-cursus. Omdat je hem anders nog een keer moet doen. Ja. Ja, het is een beetje tegenstrijdig. Maar het is wat het is. Zo is het wel gegaan. Wat is de afkorting voor Amersfoort? Hoe noemen ze dat hier? Voortje. Kom je naar Voort? Kom je ook uit Voort? Ik weet het eigenlijk niet. Ik ken helemaal niemand uit Amersfoort. Laat het even weten in de comments als jij een voordenaar bent of een voorder. Ik hoorde een zwaailicht geluidje. Oh, daarop, van voren. Lijp. Ik hoorde gewoon een zwaailicht over mijn headset heen. Dat was gewoon mijn Flitsmeister. Heel lijp, hoor. Oh ja, trouwens, ik zal jullie een review geven over die ijs. Nou ja, schepijs, zwaar onvoldoende. Ze hadden echt nog maar 4 smaken of zo.
Maar ja, mijn buik had al natuurlijk weer trek in de ijs hier, dus ik heb maar gewoon een soft ijsje genomen. Maar ja, soft ijsje was gewoon lekker, maar ja, het komt uit het apparaat, daar kun je ook niet heel veel aan verneuken. Alhoewel ik heel eerlijk moet zijn als ik af en toe, hoe heet het, zie je, de smaakpolitie? Ja, daar word ik niet vrolijk van hoor. Oh, vizier open, soundcheckie! Lekker hoor. Nou, we rijden eindelijk even Amersfoort uit. Leuke stad. Voorlopig niet meer terug. Centrum? Centrum wat? Waar zijn we? Niemand weet waar we zijn. Hoevelaken. Oké. Okay. Kijk, zie je? Dit ziet er leuk uit. Dikke choppert. Ja, doei. Daar gingen we niet achter blijven, we blijven wachten en blijven hangen. Ik heb hem trouwens gewoon gezet op Google Maps, navigeren naar Paleis het Loo. En dan, hoe heet het, hè? Snelweg vermijden. Dus we zien het wel. Millefie? Nee. No. Nee. Pompert? Wajow, neef. Ducati, neef. Suzuki! Lekker! Ja, sta je met pech of niet? Denk het niet. Trouwens, voor de mensen die het niet weten, als je je helm op de grond legt achter je motor, dan betekent dat dat je hulp nodig hebt. Dat je pech hebt, als het goed is. Als ik het goed heb begrepen. Ja, Amersfoort is wel leuk, man. Hier woont Andy van der Meijden ook, toch, in Amersfoort? Ja, dat is mijn stadje. Dat is mijn stadje. Heb je dit? Dikke osso. Ik weet niet of dat nou de moeder was of de oppas. Maar ze zat wel te loeren. Buurtvisser, neef. Kijk hier, ik kan wel zien wat geld zit, hè. Springkussen, alles, gekke catering. Kijk, we moeten naar rechts hier. Kijk, hier waren we een beetje meer naar op zoek. Bossen en slingerweggetjes en geen BMW's die heel hard remmen omdat er een vrachtwagen vanaf de andere kant komt. Hun even een osso hebben daar met die skuur erbij. Super dik. Deze ook, jongens. Ik wil hier wel wonen hoor. A45 AMG nog voor de deur. Man, weilandjes, paardjes. Ik ben ook van de paarden trouwens. Ik vind paarden echt tof. Als ik money zou hebben, zou ik wel een stuk land willen met je horse erbij. Je Enzo knolletje. Of een ezel. Ik vind ezel trouwens ook wel heel leuk. Ik hoef er ook niet op te rijden, hè? Gewoon als gezelschapsdier. Kijk dan, dik. En dan vind ik een ezel misschien nog wel leuker als een paard. Ze zeggen ook een beetje zeg maar, dat het dier op het baasje lijkt, toch? Nou ja, ik ben net zo gespierd als dat mokum is en ik ben net zo slim als dat een ezel is. Want ook een ezel stoot zich nooit twee keer aan dezelfde steen. Oh, hi. Knowledge! Ja, een leuk weggetje man dit. Wajow, kijk op de navigatie, zie je dat? Kijk dat weggetje daar. Zie je, dus ik kan links gaan over die blauwe lijn en ik kan rechts over die grijze lijn. En die grijze lijn is helemaal zigzag, dus dat gaan we sowieso doen. Zoeken we daar even een mooi plekje voor een joint te paffen, een joinet. Want ik heb hier nog het Red Bull in mijn tas zitten. En een lekkere joint. Strijder! Koop eens een knappe helm man, hier naar rechts zometeen. Echt waar jongens, geloof me nou, ik verkoop die helm hè, dat is gewoon mijn beroep. Die fucking helmen die je helemaal achterover klapt, of het nou Shark, LS2, Nolan of whatever is, doe het gewoon niet man. Als je per se een systeemhelm wil, koop gewoon een traditionele systeemhelm. Gewoon een ASE I90 of een RV90 of een Neotech 2 of... Dikke oorzaak in de tuin. Wajow. Wat draaien we hier weer naar boven toe? Dit is wel lijp, oké. Kijk die bocht. Wajow. En een streepje bovenop, boven de snelweg. Ja hoor, allemaal rook boven de snelweg. Master. Strijder! Zijn je te pissen? Dik hoor. Oké, hij zegt dat ik om moet draaien. Oké, dat gaan we niet doen. Dan gaan we hier naar links. Kijk dan. Wajow. Ja, ik moet echt de achteruitkijkcamera fixen voor jullie. Ik weet het ook. Ik ben ook aan het sparen voor een nieuwe GoPro. Ik wil een Hero 7 Black denk ik hebben voor op mijn helm. En dan gaat deze 4 Black gaat naar achteren toe zeg maar. Maar dan moeten jullie wel even liken boys allemaal. Want als jullie liken en jullie abonneren en jullie delen, dan worden we meer bekeken en dan krijgen we meer views en dan krijgen we meer YouTube money.
Money, money. En dan kunnen we een nieuwe GoPro kopen. Ganzen of kippen? Dat zijn kippen. En een kippenboerderij, lekker kippetje mee, jong. Lekker! Lekker! Van het spit! Van het spit! Kijk, ze rennen. Zie je, ik sta van het spit en ze beginnen allemaal te rennen. Zeg je dat even? Ze weten! Direct chicken! Eerlijk, die tanktas is zo super chill. Jullie zien trouwens dat ik mijn tanktas bij me heb. Die tanktas is zo chill, ik merk gewoon niet dat ik ermee rijd. Alleen als ik echt naast mijn motor ga hangen, kijk, dan komt mijn arm, zeg maar zo, de binnenkant van mijn elleboog komt er tegenaan. Maar voor de rest merk je er helemaal niks van. En echt waar, ik zei het de vorige keer, dat ik al gewoon een week weg met deze tas en dan ben je nog niet nuchter. Zoveel kan erin. Jongens, wat een weg is dit. Als jullie trouwens hier zelf willen rijden, dan zou je het echt even zelf uit moeten zoeken, pik. Je kan hier zien waar we rijden, Donkelaarsweg. Moet je echt zelf even een routetje gaan fixen. Waar moeten we naar links hier, oh? Jongens, wat een asfalt en wat een weg hier, oh. Gaan we rechtdoor, ja. Oranje, ja, doei. Oh, hier is wel rood. Groen. Hij is rood, hij is groen. Dat lijkt wel die reclame van het ijsje van vroeger. Hoe heet hij ook alweer? Hoe heet hij ook alweer? Dan kan ik er niet op komen. Hoe heet hij nou? Oh, nu is hij groen. Oh, nu is die rood. Dat ijsje. Nou ja, schiet mij maar lek. Als je een beetje mijn leeftijd bent, dan weet je precies wat ik bedoel. Hij popt hem wel behoorlijk met zijn schakelbrommerd. Kikt hem gewoon dan, kikt hem gewoon dan. En de weg op, hartstikkeidee. Wat een pompert met zijn MT5. Wait, yo. Ik doe mijn vizier open, krijg gelijk een vlieg in mijn oog. En nog even soundcheckje, dan ziet er wel goed uit. Decibel moet er wel echt nog een keer uit, hoor. En gewoon nooit meer erin. Respect voor elkaar. Weet wat je zegt. Ik krijg een tyfus. Kutwijf. Laat me je ophypen. Waar moeten we naartoe? Deze bocht gewoon uitrijden. Oké, okay, oké. Okay. Voor je hand in de lucht aan gaan laten. Ik hoor gewoon mijn cardo nog en we rijden 60. En ik heb hem niet eens op zijn hart staan. Nu heb ik hem op zijn hart staan en nu hoor ik hem gewoon hard, gewoon echt duidelijk. En we rijden 80, 90, 100. Oh, dit is toch geen trajectcontrole? Oh, volgens mij was hier een stukje trajectcontrole. Volgens mij is dat dit. Oké. Okay. Oké, dat doe ik niet handig. Dan moeten we die camera fucken. Kom op, douchie. Strijder. Zag je dat armpje ook? Dat armpje! Wat een baas. Waarom verandert iedereen tegenwoordig, wie of een dikke motor koopt of een semi-dikke auto koopt, gelijk zijn naam, zijn Instagram daarin gewoon. Je weet toch, Iwan Mark 7 GTI of Pietje A45 AMG. Het is allemaal, joh, echt waar. Job GSX-R. Oh, wat zijn die gasten allemaal zo stereotype, jongen, echt waar. Oh, Robbie R32. Vicky Vetek. Oh, wat een gasten allemaal. Wat is hier aan de hand aan? Pannenkoekenhuis. Eethuis. Wat een gezelligheid. Wel een weg, hoor, hey boys. Tering. Landgoed de Eid. Dit is nog niet die weg waar we vorige keer geflitst zijn, hè. Get the fuck out here. Koeien, camping. Camping live, niffo's. Strijders. Hé, hey, oppassen voor herten. We zijn in het goede gebied daar. We zijn in de Veluwe. Oppassen voor die krullende damherten aan de neef. Via de bosjes, via de zijkant komen ze zo overgestoken. Ja, je weet het zelf. En wat is het rustig, boys hier. We hebben gewoon die hele Veluwe voor onszelf, zo lijkt het wel. Kom, we brengen het feest naar buiten. Dus er komt op de straat. Oh, heuveltje. Even checken wat er achteruit. Wielren, homo rechts. Hallo, ga je mij wel even de langs laten, ouwe pik, ouwe pijp? Want we hebben nog steeds een Red Bulltje in de tas en die moet nog steeds even genuttigd worden. Nou, hier lopen dus echt al die beesten. Dus we moeten wel een klein beetje oppassen, want het wordt donker zoals jullie kunnen zien. Mijn achterband voelt een beetje zacht, boys. Niet helemaal goed, we moeten even checken. Oh, veerooster. We moeten ook even een bankje zoeken om even te chillen gewoon.
Ja, weg het hoor dit. En naar boven toe. Ja, weg het hoor. Tering, je hobbelt wel als de tyfus. Ik kan niet eens normaal praten, maar zo erg word ik door elkaar geschud. Oké, guys, nou, rechtdoor is dus afgesloten. Maar jullie zien het uitgezonderd fietsers. Nou ja, mijn redenatie is dan, als er een fiets doorheen past, past er ook wel een motor doorheen, toch? Dus we gaan het gewoon even proberen. Kijk hier, uitgezonderd fietsers dus. Oké. Oh, dit is wel echt een lijpe opbreking. Hier kom ik niet doorheen met die boussaar. Je wil naar links, naar rechts, maar je gaat helemaal links staan. Dan moet ik er rechts langs om ook naar links te gaan. Alright guys, we hebben even een pauze gehouden. De GoPro was net uitgevallen. Ik hoop echt dat we dat stukje met die Marge C nog erop hebben zitten. Ik zweer, dit is een van de rustigste gebieden waar ik ooit een jonker heb geklapt. Check dan. Rustgebied wild. Dus we gingen van echt extreme herrie en extreme geluid en chaos en een rokende achterband gingen we naar een rustgebied. Ik weet niet hoeveel batterij we nog hebben. Ik heb zeg maar ongeveer een halve Juanet, a.k.a. drie kwart Juanet. Heb ik eventjes... ik dacht, ik draai hem even om, maar hij gaat ze eigenlijk gelijk in. Echt niet handig. Maar ik zat net even te kijken dus. Dus ik weet niet hoeveel batterij we nog hebben, want ik heb hem heel eventjes opgeladen. Maar toen zat ik eventjes te kijken. Dit is trouwens allemaal onverhard deze dag. Dit is wel helemaal kut. Ik zat even te kijken op de kaart van oké, waar zijn we nou eigenlijk? Dit is een of ander paargebied voor die herten en die varkens en zo. Dan mag je tussen 15 september en 25 december niet op. En dit stuk hier is helemaal rustgebied voor die beesten. Om te neuken en te doen. Maar wat wil ik zeggen, ik ga te kijken op de kaart. En je hebt hier verderop dus een wildkijkscherm of zoiets, zeg ik. Echt hier om de hoek, ook bij het loop. Dus ik dacht, we rijden er gewoon even zo toe. Dan ga ik gewoon even kijken. Maar kan ik hier zo meteen wel links en dan echt helemaal binnen door, zeg maar, door deze woonwijk heen. Oh joh. Tering, anders was ik even vergeten mijn microfoon erin te pluggen. Nou, gelukkig reden we niet zo hard. Dus hopelijk hebben jullie het wel kunnen horen. Maar dan hoor je ook even het verschil tussen geen microfoon en wel microfoon. Scheelt even een dag en een nacht. Kijk, hun leuk wonen daar dan. In het oude boerderijtje. Oké, maar wanneer komen we nou eens bij het wildscherm? Want het is al bijna donker! En zo zien die mensen niks meer! Oh joh, kijk deze scène. Op het zand, met een verlengde boesa. Dit is gewoon bikerboys, man. Verna! Ik zit rennen. Strekken. Echt waar, hij kiest weer een route uit hoor. Voorlopig hebben we al 4 kilometer onverhard erop zitten, ik weet het niet. Soms krijg ik nog een boswachter achter me aan of Marge C. Op het onverhard. Ja, dan zijn we klaar. Zien jullie nog wel hard een damhert? Oh, check daar oh. Zien jullie ze? Twee damhertjes. Kijk daar oh. Zie je ze staan? Eentje links, eentje rechts. Ze kijken naar hier oh. Fanshack! Zie je ze kijken allebei. Fan! Als ik launch control doe, gaan ze dan rennen denk je? Eén knal, ze kijken. Ik zweer het, jagen is volgens mij in Nederland zo makkelijk. Moet je kijken, ze blijven gewoon staan. Ik kan ze gewoon allebei headshot geven. Bam! Bam! Killstreak! Dat is wel lijp hoor boys. Gewoon safari met verlengde boesa. Nu jij weer. Huh? Adventure Brothers 2.0 hoor hé! Adventure Brothers 2.0! Bulldog Bolt, waar ben je dan jongen? Kijk hier, eindelijk weer op de weg. Oh, normaal. Lekker hoor. Bulldog Bolt jongen, waar zit je nou man? Dit zijn die adventure ritjes hoor. Oké, we moeten zo meteen parkeren en dan een stukje lopen denk ik. We moeten hier erin. Hier naar links is het. Oké, maar dit is wel erg off-road hoor boys. Ik wil niet veel zeggen. We kunnen het wel proberen. We zien wel hoe ver we komen. Voorlopig gaat het goed. Het lijkt wel of het best wel plat gereden is door auto's.
deze man chillt hem ook gewoon hier al. Oké. Okay. Nou, hier ergens moet het wildscherm zijn. Oh, dat is een vrouw. Ik weet het niet. Hallo. Wel dik uitzicht zo. Kijk, zij heeft een goed plekje uitgekozen. Er zullen vast wel herten ook nog naar buiten te komen zo op dit veld s'avonds om te vreten. Oh, hier nou misschien? Even kijken wat er op het paaltje staat. Blijft die boeza staan, denk je? Het scheelt niet veel. De toegang is verboden. Oké, okay, ik zie niks over een wildscherm. Dus ik denk dat we misschien nog verder moeten. En anders draaien we hem daar om en dan rijden we terug. Wow, joh, achterkant ging even glijden. Ja, het is wel goed te doen hoor dit, het is wel smooth. Echt waar, die buldig bolt jongen, waar zit je nou grap? Adventure brother. Ja, maar is het nou links of is het nou rechtdoor? Het is hier naar links. Naar boven, ja. Ik kan daar echt niet naar boven toe gaan, pik. Ik kan wel die bike hier neerzetten, maar... Nou, maar dit is wel echt zand, man. Dit gaat hem niet worden. We moeten dan echt een stuk lopen, volgens mij. Hier is het wel hard. Hier is het wel hard, zegt hij. Maar blijft hij wel goed staan hoor. Wat denken jullie, zou je het erop wagen of niet? Eigenlijk niet hè. Maar ik zie ook niet even een steen die ik eronder kan leggen. Fucking rothout. Oké, maar voor mij blijft hij wel staan. We gaan toch maar even snel kijken. Ja, maar blijft hij wel staan. Is hier dan een fucking wildkijkscherm of zo? Je kom je op een mama. Echt waar jongens, als Perry nou mee was met zijn supermotard, dan kon hij eventjes verkennen. Hierboven. Ja, dit loopt tering ver door. Ja, dat zal daar vast wel een wildkijkscherm zijn, boys, maar doei. Ik vind jullie heel aardig. Ik vind het heel leuk dat jullie kijken. Maar ik ga niet de hele tyfus einde daar lopen. Marcel. We zijn trouwens in fucking Apeldoorn. Het is bijna 8 uur. Het is al 8 uur geweest volgens mij. We moeten nog helemaal terug naar huis, man. Godverdomme. Weet je wat ik gewoon doe? Ik rook hier gewoon een peuk. Dan zet ik mijn navigatie op de loods. En dan vind ik het weer mooi geweest. Eerlijk, check deze spot. Oh, pardon. Die krijg je van mij cadeau. Daarom zit die check ook daar. Dit is gewoon wel een dope spot. Oké, even peuken roken, boys. Oké, guys, ik moet mijn microfoon die kant op draaien. Het geluid komt daar vandaan. Maar ik weet niet of jullie het kunnen horen. Waar is mijn camera? Oh, daar. Maar er zitten gewoon herten te burrelen. Dat zo noem je dat, burrelen. In. Het was gewoon... Ja, mijn hert is niet zo heel goed, maar ze gaan helemaal los hierachter. Hoor even. En nu is het even stil. Ja, het is even stil. Nou, precies wanneer ik wil gaan filmen is stil. Maar ik hoor gewoon die herten daar al. Dus ik weet bijna zeker dat hier ergens dat wildscherm is, maar ik kan het niet vinden. Ik ga het even aan die vrouw vragen daar verderop. Oké, guys. We moeten echt een teringstuk achteruit. Ik weet niet hoe, ik weet echt niet hoeveel batterij we nog hebben, dat zien we vanzelf wel. Ik heb dus die beest en die hoorde ik gewoon zwaar schreeuwen hierachter. Maar... Geen wildrooster te zien.
the fuck? Mooi, joh. Gaan we gewoon even aan die vrouw vragen daar of het hier een wild rooster zit? Zij weet het vast wel.